three. You said that the first time you spoke to me, and you always had to lead. You seem to have everything you need. And the days, they move easy. The ways, they don't mean as much to me as I used to believe. The days, they move easy. And the girls, when you are here, the waves, they wash away from me. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Het is vandaag. Welke dag is het? Oh, ik ben echt helemaal door de war nu gewoon. Volgens mij is het, het is donderdag en ik heb even mijn haar gesteld. En dat wilde ik eigenlijk gelijk laten zien, want jongens, mijn haar is zo lang geworden. Ik heb eigenlijk heel mijn leven altijd al lang haar gehad. Maar ja, ik wil dus eigenlijk gewoon weer kort hoe ik het begin vorig jaar heb gehad. In het voorjaar. Toen had ik het echt zo. Ja, dat vond ik zelf wel echt heel mooi. En dan mooi gesteld en zo. Maar nu zit het gewoon. Het is gewoon zo lang. Het komt echt tot hier gewoon. Ik weet niet of je het kan zien. Maar goed, het is dus gewoon vet lang. Dat wilde ik even zeggen. Ik doe hier trouwens nog een leer blazertje over. Maar ik doe nog even deo en alles op. Maar ik dacht, ik open alvast de vlog. Ik ga jullie vandaag weer meenemen in mijn dag. Ik heb vandaag op zich wel een hele leuke dag. Eigenlijk heel erg leuk, want ik ga weg. Nou, dat klinkt trouwens raar nu met corona en zo. Maar het is nu 11:15. Ik heb me al helemaal klaargemaakt, gedoucht, gegeten. Gewoon rustig aan begonnen. Een boekje gelezen, mijn dankbaarheidsdagboek. Heel dat riedeltje. En nou is het dus 11:15. Ik ga vanmiddag nog heel even naar de dierenwinkel. Want ik moet nog wat hooi halen, want voor mijn konijnen wat dietjes op, helaas. Dus gelijk even halen. En dan ga ik om 3:30 Maudé ophalen. Dat is ook een vriendin van mij. Die heb ik al een tijdje niet gezien. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Ze studeerde ook in Amerika. Maar dat ging door alles niet meer door. Dus toen moest ze terug. Dat is wel echt heel stom. Daardoor kan ik haar wel weer zien. Dus we gaan lekker afspreken. En dan haal ik haar om 3:30 op. En dan gaan we naar mijn vader toe. En dan gaan we daar lekker sushi eten. En sushi halen. Dus daar heb ik echt heel erg veel zin in. Ik heb dus laatst mijn iOS 14 zo gecustomized. En ik krijg er dus heel veel vragen over hoe ik dat heb gedaan en zo. Dus daar ga ik nog een aparte video over filmen. Dus stay tuned als je wil weten hoe ik dit heb gedaan. En als je het ook wil doen. Dat komt er nog aan. Is het dus donderdag en morgen is het vrijdag. En dan ga ik eindelijk met Sander mijn kamer aanpakken. Ja, we gaan het schilderen. We gaan behang eraf trekken waarschijnlijk. En gewoon helemaal anders. Dus daarvoor heb ik al ook video's gefilmd. En dat ga ik allemaal vloggen. Dus die video's komen er nog aan. Ik zal even kijken, want ik heb het allemaal al ingepland. Hele planning vaak qua video's. Wanneer dat online komt. Want ik weet dat jullie dat heel erg leuk vinden om te zien. Want alles hier wordt beige. En nieuwe meubels. Andere meubels. Tweedehands dingen. Helemaal gewoon een room makeover. Heel erg leuk. En er komen echt 4 delen of zo van. Omdat ik echt heel veel ga doen. Even kijken. Die video's komen om 26 februari online. Dan komt de eerste deal online. Dus dat duurt nog eventjes. Maar heel erg leuk. Ik heb voor de rest alles al namelijk ingepland qua video's. Dus vandaar. Dus die kunnen jullie nog verwachten van mij. Heel erg leuk. Ik ga me nu even klaarmaken. Make-upje opdoen. En dan ga ik straks naar de dierenwinkel lekker hooi halen. Dit is de outfit die ik draag. Ik draag dit leren jasje of blazer van Bayou's Fashion. Dit topje is van New Yorker. Die heb ik nu al wel een tijdje. En deze broek is van Naked. Zo. Maar dan moet ik nog even leuke schoenen omdoen. Ik denk dat ik hier hakken onder ga doen. Dat vind ik wel vet. Maar ik kijk nog even. Ik ga me nu klaarmaken. Heel erg leuk. Er komen namelijk dus wat nieuwe series ook op mijn kanaal. Als allereerst kan ik dit al vertellen. 9 februari. Ja, jullie hebben het al kunnen zien. 1 februari maandag. Is er dus best wel een hele andere soort video online gekomen op mijn kanaal. Het licht is trouwens hier heel blauw, maar dat komt door mijn spiegel. En daar krijg ik ook heel vaak vragen over. Maar die spiegel heb ik zelf gemaakt. Gewoon de spiegel zelf, dat frame is van de IKEA. En die lampen zijn van AliExpress, die heb ik er zelf opgeplakt. Maar wat ik wil zeggen, is dat dus die maandag 1 februari een
een bepaalde video online is gekomen. Wat jullie niet per se van mij gewend zijn. En dat is dus een nieuwe serie op mijn kanaal. Ja, gisteren is een video online gekomen als jullie dit zien. Best wel persoonlijk. Ik raad je zeker aan om dat te kijken. Maar goed, dat is dus een nieuwe serie. Mental Monday. Heel erg leuk. En eigenlijk ook heel goed. Dus daar ben ik mee bezig geweest. Dus dat was mijn geheim projectje. En daar komen er dus ook nog room makeovers en zo van hier online. Waar ik echt ontzettend veel zin in heb. Want dat vind ik gewoon echt heel erg leuk om te doen. Ik doe hem even uit. Ik zweet me ervan. Dus ja, dat zijn de nieuwe series op mijn kanaal. Mental Monday en Room Makeovers. En die komen er dus nog aan. Dus, dat gezegd hebbende, ga ik nu mezelf fatsoeneren. Ik heb me even opgemaakt. Ik weet niet of het een beetje te zien is. Maar ik zat zo even door mijn haar te gaan. En moet je kijken hoe donker eigenlijk mijn eigen haarkleur is. Dat bruin is gewoon mijn eigen haarkleur. En ik heb ook echt uitgevoerd. Maar goed, hè, we gaan niet klagen. Het is nou maar eenmaal zo. Ik ga even mijn blazer aantrekken. En dan doe ik zo even schoenen aan. En dan denk ik dat ik zo ook gewoon lekker naar de dierenwinkel ga. Het is nu 11 uur, dus top. Wat een kut weer. Oké, daar gaan we. Wat een weer zeg, vreselijk. Maar goed. De laatste tijd heb ik dus echt vaak een trekje in mijn rechteroog. Echt zo'n zenuwtrekje. Het is echt heel irritant. Volgens mij ben ik best negatief. Laten we het even anders doen, Floor. Positive vibes. We gaan nu lekker naar de dierenwinkel, lekker naar de konijntjes kijken. Me inhouden, want ik heb echt een zwak voor konijntjes. En dan gaan we er vandoor. Voor jou, ja. Zorgen. Maar uiteindelijk heb je toch nog anderhalf jaar wel gewerkt. Ja, maar... Het is tijd om lunch te maken, want ik heb al best wel veel trek. Maar ik ga dus iets maken wat ik nog nooit heb gemaakt. En ik hou er erg van om het dus lekker te bakken en te koken. Ik vind dat heel leuk. Ik heb trouwens mijn blazer even uitgedaan, want ik had het helemaal warm van mijn konijnen hooi geven. Maar normaal maak ik altijd bananen of banana pancakes. En daar krijg ik nog steeds heel veel vragen over hoe ik die maak. Dus ik wil dat of in een video een keer gaan doen of in een IGTV. Maar ik ga nu havermout fluffy pannenkoekjes maken. Maar dan zonder bananen zo, want dat hebben we niet in huis. En ik heb echt geen zin om door de regen naar de Jumbo te lopen. Een banaanvrij recept. Wel gezond. We gaan kijken wat we ervan bakken. Nou, ik heb het opgezocht en dit is wat je nodig hebt. Dus dan weten jullie dat alvast. Die twee rijpe bananen, die is alleen voor de topping. En ik heb ook geen bosbessen, dus die skip ik ook. Oh my god. Oké, ik moet nu handelen. Die ei is niet meer goed. Hij is helemaal zwart. Oh, die lucht. Oh, wat vies. Oh, dat vind ik heel vies. Dan moet ik alles weggooien. Kutzooi. Oh mijn god. Oh mijn god, helemaal zwart. Oké, waarschijnlijk was die ei bedorven of zo. Heel vies. Oh, die geur is echt niet te doen. Ik heb het ooit één keer eerder gehad. Dat was echt lang geleden. Toen heb ik echt heel lang geen ei meer gegeten. Omdat ik het gewoon zo vies vond. Maar nu moet ik er even overheen. En denken, nee, niet alle eieren zijn verrot. Dus we gaan het gewoon weer even opnieuw proberen. Oh, man. Nu ben ik wel echt heel erg bang. Dat er... alsnog een ei bij zit die verrot is, maar goed. Als het goed is, niet. Nee. Oh my god, check hoe fluffy dit beslag is. Ik heb nog nooit zo'n fluffy... pancake gezien. Ik weet niet of het opvalt op beeld, maar oh my god. Ik hoop dat het lukt. Oh,
Dit is echt insane. Dit is echt... Oh, oh, oh. Heerlijk. Je kan het natuurlijk ook in hele kleine porties doen. Dan heb je echt hele kleine, echt hele fluffy pancakes. Maar ik vind het wel lekker als het iets groter is. Maar hoe kleiner je ze maakt, hoe fluffier het wordt. Dus echt een tip. Ik zal anders dat recept even in de beschrijving linken. Ik doe het alleen zonder bessen. Maar hopelijk smaakt ze ook lekker. Maar in ieder geval, check even de beschrijving. Ik ga het zo even lekker opeten. Oké, okay, even kijken of ik het kan laten zien met één hand. Of dat goed gaat. Oh. En dit zijn ze. Ze zijn echt vet fluffy en echt heel erg veel eigenlijk. Nou, het lekkerste lijkt mij om ze wel af te toppen met aardbeien en banaan. En dan ja, is het wat, weet niet, wat lekkerder. Maar we hebben helaas dat fruit nu niet. Dus ik doe het gewoon met Griekse yoghurt en wat stroop. Maar ik raad je eigenlijk echt aan om niet te groot te doen. Want dan is die te zwaar en te fluffy. Waardoor je het niet goed kan omdraaien. En dan gaat hij gewoon kapot. Dus ik raad je echt aan om kleine pancakes te maken. Misschien in een vormpje te gieten. En dan de deksel erop. Sowieso deksel erop. Want wordt hij aan de andere kant ook gewoon wat gaarder. En dan op een gegeven moment die ring of vormpje eraf te halen. Dat hij echt perfect in een rondje is. Zo fluffy, zo dik. Dat ga ik de volgende keer proberen. Maar goed, echt top recept. Ik zal hem even in de beschrijving linken. Want ik heb het op mijn Insta gedeeld en ik krijg nu al heel veel vragen. Dus. Oh. Mmm. Mmm. Met Griekse yoghurt is echt een aanrader. We zijn er weer even verder en ik heb echt een heel erg leuke pakketje ontvangen van Guts & Guste. Dus die ga ik even openmaken. Ik mocht namelijk een outfitje uitzoeken en samenstellen en dat heb ik ook gedaan. En ik kan niet wachten om mijn items te passen, want ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb het ook gisteren besteld, het is nu al binnen. Dus heel erg snel. Ja, wat ik dus echt leuk vind, is dat ze het altijd super leuk inpakken. Dat is toch dus te leuk. Hoi Flor, heel veel plezier van je bestelling. Nou, leuk, cadeautjes. Zo voelt het wel als een cadeautje. Oké, laat ik beginnen met deze doos. Ik weet al natuurlijk wat het is. En hier ben ik echt heel erg benieuwd naar. Yes. Kijk nou. Hoe leuk. Namelijk deze laarsjes besteld. En ik heb normaal 39,40. Ik zit altijd tussen 2 maanden in en 39 was uitverkocht. Dus ik dacht, ik probeer het gewoon met 40. Ze zien er wel echt mega groot uit. Maar ik denk als ik mijn zooltjes erbij doe, dat het echt gewoon prima moet lukken. Maar hoe mooi is dit? Het is dus echt van suède en een beetje, ja, nude beige. Yay, zo leuk. Kijk, als allereerst deze scrunchie. Die past ook helemaal bij de schoenen. Ik dacht, leuk, matchy matchy. Deze trui. Ja, je moet ervan houden, maar ik vind het echt heel erg tof. Straks voor in het voorjaar lekker kleurrijk. Ik hou ook van lichtroze, zoals je nu ziet. Ik heb even mijn vest net aangetrokken, maar ja, echt heel leuk. En hij is mooi gebreid en dan een beetje pastel geel. Achterkant is wat roze. Met blauw, paars, lila. Helemaal leuk. Dus dat is deze sweater of gebreide trui. Hij is ook helemaal statisch. Ik weet niet of je dat hoort. Je hoort hem gewoon helemaal knisperen. En dit is een one size. En daarbij dacht ik, dit is wel leuk. Dit is nou best wel een grote trui. En dan doe je deze eronder. Dit is een beetje zo'n legging-achtige stof. Maar dit is een zwarte, ja, soort van leggingbroek. Maar dan heeft hij dus splitjes aan de onderkant. Dus dat is de outfit. Heel erg leuk. En dan met die scrunchie. En dan met deze laarsjes er zo onder. Vind ik dit heel erg leuk. Dus ik ga het even passen. Ik zal even de items in de beschrijving linken met de website. Want er staat nu ook een nieuwe collectie online. En je krijgt ook 15% korting met mijn code. Namelijk FloorDelver15. Dus check even de beschrijving. En dan wil ik Guts & Guste heel erg bedanken voor het opsturen hiervan. Ik ben echt mega blij mee. Dan is dit de outfit en ik ben echt super blij mee. Alleen zou ik het niet echt met elkaar combineren bij nader inzien. Ja, ik dacht dat het heel leuk bij elkaar zou passen. Maar groenen, die zijn echt perfect trouwens. Ik pas ze ook. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. Maar die zou ik echt heel erg leuk kunnen combineren met gewoon een jurkje of zo. Let niet op mijn sokken die er onderuit steken. Dus ja, hier ben ik echt heel erg blij mee. Maar om dat dan met zo'n legging zeg maar te combineren, die zit trouwens ook echt top. Zo vind ik het wat mooier of zo. Of met witte gimpen eronder. Maar qua lengte en zo zit hij echt perfect. En ik ben 1,69. Nou, en verder zit hij hier ook goed. Ik zou denk ik de volgende keer wel een maatje groter doen.
van de legging. Dus dat. En deze trui die zit gewoon echt top. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Ik vind deze echt heel erg leuk. Iets wat ik totaal niet heb in mijn kast. Dus daarom vind ik het eigenlijk alleen maar grappig. Met daarbij natuurlijk de scrunchie. En die past dan wel weer heel erg leuk bij de laarzen. Maar die laarzen zou ik gewoon niet onder deze outfit doen. Zo vind ik het echt al een stuk leuker. En die laarzen zou ik gewoon lekker bij een andere broek doen. Of gewoon onder een jurkje of een leer shortje of zo. Een kort broekje is dat echt heel erg tof. Dus heel erg blij mee. Nou, de kwaliteit ziet er ook echt super mooi uit. Dus echt heel erg mooi. Mijn kortingscode is geldig tot met 17 februari. Dus check het. Goed, het is alweer even wat later en ik ga nu naar Modé. Ik ga Modé ophalen en dan ga ik er vandoor. En dan gaan we lekker sushi halen en gewoon bijkletsen. En dan moeten we op een gegeven moment ook wel weer gaan, want ja, avondklok. En het is wel een uur rijden van ons naar mijn vader, zeg maar. Dus nou, we hadden half afgesproken. Ik kom, als ik nu rij, precies half aan. Niet gek worden. Ach, dat haat ik echt. Moet ik tanken? Shit, sorry. Dus dat ga ik nu even snel doen. Want nu kom ik wel wat later. Hij komt door. Modé is er. Aan mijn vinger. Ja, dat heb ik ook altijd. Je moet hem op de kop doen. Dus ja. Ja, zo. En dan met je wijsvinger doe ik het. Het is echt ellende. Je komt de kop toch je krokkel tegen. Kom. Ik kom er niet tussen. Mijn vader kon dit laatst en ik zei hoe dan? Oh, het lukt, het lukt. Het lukt. Wat doe jij met die kaarsen? Nou, zit er allemaal terug in gestopt. Ja, dat gaat vanzelf. Of gelijk weer uitblazen. Ja. Oh, gezellig. Wat ga je doen? Een beetje zomer. Wacht, ik zie niet wat ik doe. Ook niet op snot? Wat is dit? Weet niet, scherp. Wat is ja, snap ik ook wel. Maar wij gaan sushi halen. Sushi, sushi. Even naar papa zwaaien. Die aan het werk is nog. Ik denk dat hij het ziet al, hè. Oh, zullen we het gewoon even proberen? Of zit hij echt te bellen? Oh nee, hij is echt... Nee, dat kan eigenlijk niet. Hij is echt aan het bellen. Zit ik nou met Lou? Lekker van onder zo, super. Hij was even op de kop. Oké, let's go. Safety first. Even kijken. Bluetooth mode. Heb je een bril? Jazeker. Oh, dat wist ik of ik die heb. Maar die is wel een beetje vies. Die heb je alleen nooit op als jij... Nee, want ik vind het dus echt heel lelijk bij mezelf. Maar ik moet eigenlijk wel echt... Zo, je bent echt blind! Ja, ik heb min 2. Het is eigenlijk heel erg. Daarom, als we straks naar huis rijden in donker, moet ik gewoon de bril aan zien. Ja, maar waarom doe je dan niet gewoon lenzen? Ja, dat kan ik niet. Het is heel... Ik heb slinden voor mijn ogen en zo heb ik anders 0 en zo heb ik min 2. Dus ik heb speciale glazen. Ik kan alleen met een bril. Gewoon in de biel. Dus het is heel... Ja, het is echt kut. Maar ik vind het gewoon niet mooi, want ik heb een heel groot hoofd. Dus... Ik weet niet. Ik vind het gewoon niet mooi. Dat valt toch wel mee? Ik heb echt een groot hoofd. Ja, hij is gewoon heel rond en heel breed. Ja. Wat doe je eraan? Oké. Okay. Ja, niks. We zijn er om. Kan niet. Ja, dat is maar zo'n feest. Ik moet ook met karten en zo de L. Met echt? Ja, een L. Dat is echt heel erg. Dat is leuk. Dat wil ik weer doen. Ik ook. Oké, okay, we zijn 2 minuten te laat. Nou. Wanneer? Ja, dat gaat waarschijnlijk helemaal vallen. Want dat doet hij altijd. Ja, mag. Maar je mag hem ook buiten. Ik kan hem ook zo... Oh, nee. Ik doe hem al uit. Kieten, we hebben sushi. Ja, we hebben bonen. Ze hebben hier ook altijd heel leuk... Ja, dat zit daarin. Van die bakjes waar je het in kan doen. De ik saus. Kan niet met stokjes eten. Echt niet? Ik ga lachend niet doen. Oh, ik ga ze stuk. Oh, kijk dat. Oh, wat goed. Leuk, hè? Ja, super. Nou, we hebben bonen, we hebben een box. Wat zit daarin? Knip. Weet ik niet, hout. Hier. Met van alles en nog wat. Helemaal zin in. En we hebben nog hier crunchy kip. Nou, genieten. Ja, ja. Je kunt het sowieso vastmaken zo. En dan ben je er even tussen. Ik heb even een zin in vallen. Vreemde. Lukt het? Nee. Fuck, mag ik vallen? Oh mijn god, het ligt. Oh, vreselijk. Niet ik zie het nu pas. Nou, even Modé naar huis brengen. Was gezellig. Was super. Was super. En dan snel voor de avondklok. Ja, racen. Nee, het valt mee. Maar ik moet jou nog naar huis en dan moet ik zelf ook nog. Dus
Het is 7:30. Oh, het lampje gaat uit. Spooky. Oh, dat ging uit. Maar ja, het is 7:30. Oké, hoe lang? Oh. Wacht, ik ga het even helemaal... Dit wil je niet. Okay, ik kan het niet aan. Ik kan gewoon aan. Kan oh ja, maar aan. Dit is echt ook vreselijk eigenlijk. Maar goed. Jij woont... Doe zo van boven. Even kijk, zo is het perfect. Ik ga nu... Oh, en dan ga je waarschijnlijk dan, kwart voor 9 thuis. Ga je dan naar Schiemen? Ja, ik denk het wel. Naar Sanne? Ja, ik denk het wel. Nou, bedankt voor je spotje. Het is super. Maar kijk, doos is perfect toch? Nee, dat is beter. In ieder geval. Ja. Nou, doei! Cheers. Hey, je doet me de verkeerde schulden, joh. Wat? Ja, dat opnemen voor mij, wat voor schulden we hebben. Oh. Goedemorgen, het is alweer de volgende dag. Ik ben net wakker, dus ik ben een beetje bleek. Een beetje... slaaphoofd. Het is vandaag vrijdag en ik ga de vlog afsluiten. Het was uiteindelijk echt, of uiteindelijk, het was gewoon heel gezellig met Maudé. Dus ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Doe even een duimpje omhoog als jij hem leuk vond en abonneer mijn kanaal. En wij gaan nu lekker klussen in mijn kamer. Dus dat komt in een andere video. Dus stay tuned, helemaal zin in. Ik heb mijn kluskleding al aan. Dus ja, bedankt voor het kijken. Doei!